Die rit op. We gaan eens even kijken wat we zien daar begint de beelden deze kant op komen. En wie is dat op die derde plaats in die beginfase? Ja, dat is natuurlijk Tina Duurdema. Jawel, daar heen. Hij is er op de derde plaats. Kunnen we door even die balken over. En ja, de controle is er. En zo gaat dat dus ook met de andere mannen dicht bij elkaar. Met de vier natuurlijk. Ja, Ruben Nikkelman. Ook weer aanwezig natuurlijk. En onze Kevin. Heren, heel veel succes. Gaandeweg deze wedstrijd gaan we natuurlijk de spanning weer. Zo, Tom Kortepelle die zit er even gast bij. Van u Zwolle is deze kant op de zon. Dat is wel proberen in de beginfase. Goed te laten plaatsvinden. De punten hebben wij. Wat de haar uit Veenendaal. Ja, even nu Veenendaal gaan we zich gaan vertrekken. Richting de heren in Zwolle. De heren hangen al op de zon. En in de derde plaats hebben we wat onderdeel te proberen. Zien aan Buurman. Ja, de winnaar toch terug van vorig jaar 2018. En eens even kijken. Maar Buurman zegt graag gecontroleerd willen we staan. We kijken hier. Want zij heeft in de Die lopen de. Onder de ballen door en onder de ballen door is Hiedeman daar al weer bezig. En zoals ik hem al gefilmd heb, dit staat op elkaar en dan het moet gebeuren vandaag weer. Het hoeft niet mooi te zijn als het moet gebeuren, zo zeg ik al niet. Dit staat op elkaar, we willen drie elkaar en straf! Zo, de volgende komt dan weer aan met de 13 en dan is het Ronnie de Rond. Deze zijn al een mooi stuk losgelopen. Ja, dat is een hele belangrijke
Yes.
Dat is stom. Als je daar staat, hun zijn daar, ze hebben mutsje op en dat lawaai hoort ze niet. Ja. Dus je moet iemand door gaan staan. Hé, hey, lekker winkel. Kom op, hè. Het wordt alleen maar makkelijker vanaf hier. Aapje.
win. Klasbak. Kom op Tom, hou vol. Hou vast, hè. Kom aan, jongen. Ja, hier is de plaats. Geen bonusplek, maar daar gaan we voor. Kijk, de handen die gaan op elkaar voor deze man. Hier de laatste voor u. Stamke Eindhoven. Ja, en dat is de laatste top van Capelle. Die mogen zich nu al in de laatste. En dan Klasbak. Respect hoor. Kom aan hè. Beest. Wat Tom. Klasse Ruben. Kom aan Tom, vasthouden. Onder de net door. Sterk Lienat. Sterk. Kom aan Tom, hou vast en hou vol, hè. Kom aan Tom. 4 meter nog, kom. Ja.
And you haven't seen the best of me yet. There's nothing like you and me together. In your eyes have been so hard to forget. But there's something you're trying to hide. There's something you keep inside. But I'm trying to get to know you much better. It don't matter how much. Ja, precies. Een bandje kwijt, hè? Zijn bandje kwijt. Aardigheid, hè? Ja, ja. Met onderdelen en inmiddels is de man op de tweede bal geroepen. Dinkelman. En Dinkelman die zit nog in het voertje. Dat kunnen we zien. Dat die dan nog de beste man die aan de leiding is, Kerst Wind, achterhalen. Alles is wel mogelijk. We gaan boos schieten hier tegemoet. Derde plaats. Niemand Huurman. Huurman op de derde plaats. Hoe gaat dat boos schieten? We gaan eens even kijken naar bij de heer Dinkelman. Dit is inmiddels al Zoals net, bij de vorige was het 40 seconden nog het verschil bij boogschiet. En nou denk ik minder. Zo ziet het er wel uit, ja. Ik ben er weer. Oké. En nu is op het domme snel met die hindernissen. Dus... Ja. Je bent er bijna, jongen. Kom aan, Ruben! Gas erop! Het was net 40 seconden, dus veel minder. Kom aan! Kom op, het is niet onmogelijk. Als hij een hapering heeft bij de. Gas erop! Ruben, in command. Hé? Ruben. Niet gemakkelijk, hè? Ja. Ik ga gaan houtdakken. En zo zijn ze 2 uur en kwartier en een paar kapot onderweg. Zien we de mensen voor de ramen staan van de tent die ook in afwachting zijn op Kerstwind. Die op dit moment ook op nummer 1 staat in het algemeen klassement. En met vreemde krachten neemt hij
de laatste paar hindernissen. En dat linkje dat je er wint. Het opzicht van nummer 3 is aanzienlijk, maar heeft wel toch problemen met handhakken. Elke keer stopt hij even, legt die bal weer goed en dan gaat weer verder. En kijk dan links, ik zie nog niemand aankomen voor de derde paas op dit moment dus. En alle informatie is natuurlijk heel mooi voor Kerst. Die weet dat hij voorop zit, dat hij het rustig aan kan doen. En aanzienlijk een voorsprong heeft. Want ik zie inderdaad nummer 2 nog niet deze kant komen, André. En ik zie inmiddels op nummer 3 aankomen met de ballen op zijn nek. Richting het hoofdakker, start nummer 5, Dinant Huurman uit Winterswijk. Ook van Dinant, richting het hoofdakker. Legt inmiddels de balk neer, pak de bel. Kijk naar zijn tegenstander, van hoe ver ben je jongen? En ik ga je inhalen zo meteen. Heel beheerst. Naar de touw, dan naar de klopbeen. Vervolgens nog een paar touwen die hij moet nemen. En het gaat goed met Kerst. Heel beheerst, geconcentreerd. De laatste meters. En Ruben is inmiddels al richting de touwen, terwijl Dinant al druk aan het hakken is. Hij wordt behoorlijk aangewonnen hier. En ja hoor, hij is er doorheen. Er wordt een strijd tussen 2 en 3. Dat kan je wel vertellen. Het gaat hard hier. En hier zien we dat het allemaal heel relaxed, heel beweerst gaat. Het wordt een titanenstrijd tussen 2 en 3, want Ruben is naar beneden. En Tinas is inmiddels ook al bij die touwen. We hebben starten nog 4 en 5, maar het gaat om de plaatsen 2 en 3 vandaag. Nu nog het spetsikallen net. En ook dat beheerst. De touw naar beneden. Applaus van beneden. Yeah! En het rijstukje nog. 2 uur 20. Pas op. Als ik dan daar kijk, was het 2 uur 20 en de bel. Luik op 2 uur 20 en 34. Kerst, gefeliciteerd. Kun je nog wat uitbrengen? Nee, weet het niet. Ja, dat dacht ik al. Proficiat. Gaat hij gelijk op trouwens? Er zijn 4 en 5 toch al de nummers 3 en 4. Ik wil even bedenken hoe ze er overheen komen. Gewoon een strijd lig je op je platen. Ik hier hier blijven. Ik probeer je tempo te maken, dan ga je over een boom op je bek. Ik ga helemaal boven opstaan. Het zult u mee vandaag, als ik het zo uit je hoorde mag horen? Nee. Ik vond het van Rieken, het oude nieuwe buitenzien. Ik denk allemaal, als ik er maar op tijd erbij ben. Gefeliciteerd nogmaals. Klasse. Kerst wint als eerste hier over de finish. We kijken naar nummer 2 en nummer 3. De Dinant heeft inmiddels Ruben ingehaald op de touwhindernissen. En ik moet zeggen, Ruben ging zo lekker bij het handdakken, maar hij heeft het zwaar hoor, bij de laatste hindernissen. Hij is inmiddels op de derde plaats. En als goed kijkt, Hans, kun je aankomen. En natuurlijk zijn we in afwachting ook de nummers die later gestart zijn op 2 uur 18. 9 uur 18 moet ik zeggen, et cetera, et cetera. Het wil niet zeggen dat Kerst inderdaad als eerste zal eindigen zometeen. Gaat hij dat? En dat zal later uitgemaakt worden zometeen, als we wat meer mensen over finish hebben. Ik ben leeg. En zo kijken we naar Dinant, nummer 2 die hier deze kant op komt, die zal ze in een gaatje heeft geslagen. Kom maar, help me. Ja, ik gooi. Op de nummer 4, oftewel Ruben Dikkeman uit Lochem. En was Dinant vorig jaar nog als eerste hier over finish. Hij heeft toch een gaatje moeten laten ten opzichte van Kerst. En aanmoediging vanaf de kant. Dinant, kom op. Nog een paar meter. Het verticale net nog. En ook Dinant heeft het zwaar zo te zien. En die laatste hindernissen. En kijk naar rechts, het voorsprong is behoorlijk ten opzichte van Ruben. Ruben heeft een beetje laten liggen bij die ene laatste hindernis, bij die touwen. Toen wordt hij ingehaald door Dinant. Hij heeft het zwaar, hij kijkt moeilijk, hij kijkt zwaar, hij schudt van nee. Maar ook hij gaat richting die finish hoor, zo meteen. En we waren net nog aan het filosoferen dat het niet zo zwaar zou zijn dan vorig jaar. Maar als ik dan de woorden hoor van Kerst en als we kijken naar Dinant, dan valt het toch vies tegen. Het is nat, het is kouder dan je denkt. En het veld waarschijnlijk toch wat drassiger door de regen van gisteren en vannacht. Maar hij is blij.
En natuurlijk een applaus vanaf de kant. Natuurlijk de aanmoedigingen van Stef. En de aanmoediging van alle anderen. En de blijdschap. En hier wordt weer afgezien. En we kijken toe. En dat is het toezien. Hé hey, ouwe, hij is binnen. Klasse. En kijk eens naar de muziek van Rieke. Want ze zeggen dat het vandaag niet zwaar is. Ik hoor even tijd. Voor degene die vandaag zegt dat het niet zwaar is. Kijk eens, jongens. Karen! En ik hoorde dit van Marcel Meerten die er wel was. Dan van Ruben, bijna de aansluiting al. Echte aansluiting bij de nummer 2. Heeft het dan net niet helemaal kunnen redden naar de nummer 2. Maar dit is toch een prachtige prestatie wat hier neerlegt. Ik zie hem heel wat op de volgende aankomen. Tom van Capellen uit Zwolle. De start nummer 2. Ook al bezig met de laatste hindernissen. Even de laatste hindernissen. Dit hebben ze ook in het touw. En op een gegeven moment de eerste van de halve rug komt en die was ook al richting de finish. Even krachten verzamelen. De vierde die mee kan gaan trainen. Maar toch, we klimmen hem over. De aanmoediging vanaf de kant. Kom op, Ruben. Het verticale net, natuurlijk een applaus. Het brengt je eroverheen, je aanmoedigingen. En de veelploegen die hier klaarstaan om het tegenaan op te nemen. Vastleggen voor het leven, de 30e editie. En natuurlijk mag het afzien zijn. En ik kijk recht in het gezicht van Tom van Capelle. Oh, hij heeft het zwaar gedaan. Dat is mooi, de voorstander, de applaus. En dat dan op een minuut of 4 achterstand op de nummer 1. Een blij gezicht, nummer 3. Ruben. Dikke man over de finish. En het net uit handen moest geven. Ja. Kom op, Tom. Ik heb toch getest met houthakken, daar komt het neer. Verkeerde bal gekozen. Daar ben ik heel goed in, het verkeerde bal gekozen. Krijg je dat voor elkaar dan? Twijfelen bij het kiezen van de boomstam en dan altijd de dikste kiezen. Kom aan, Tom. Dus, maak hem af. Maar, kom op, Tom. Super. Blij met je derde plaats? Ja, ik ben er heel tevreden mee. Kerstwind had ik... Ja, die gaat altijd voor de eerste plek. Kerstwind had ik al... Komt gewoon niet meer pakken. Dus ik ben hier hartstikke tevreden mee. Bovenlangs, Tom. Visias, geniet ervan. Overheen. En zo kijken we ondertussen naar de nummer 4. Overheen, Tom. De stad nummer 2. En dat is Tom van Capellen uit Zwolle. En ook inmiddels zien we Jelmer Aldernalen uit Vathuizen met startnummer 515 halve rund gelopen vanmorgen. En gaat zometeen waarschijnlijk als eerste over de finish komen bij de halve rundlopers. En natuurlijk mogen we ook Jelmer nog niet vergeten, maar het wordt wel gestreden om het Nederlands kampioenschap bij de top survival atleten. En de nummer 2, de laatste meters. Voor Tom van Capellen in 2 uur 27 en 55 seconden. En zo kijken we inderdaad naar de eerste halve rond Helder. Barbara de Koop. Do you remember?